Zijn het voor rare vragen? Dit is toch gewoon niet echt? Ik begrijp na 3 jaar nog steeds niet wat mijn partner voor werk doet, maar ik durf er niet meer naar te vragen. Hoe kom ik erachter? Ik zou zeggen als je het niet durft te vragen. Ik zou denken verlaat hem gewoon. Want als je partner niet eerlijk genoeg is om te vertellen wat voor werk die doet, dan zou ik denken dan gaat daar echt iets heel erg mis in die relatie. Of vraag het dus gewoon en anders moet je een privé detectief op zetten. Ik heb een hekel aan de kinderen van mijn beste vriendin. Hoe zorg ik dat zij ze niet meeneemt als we koffie gaan drinken? Dan kwetst het haar gevoelens maar. Je moet het gewoon zeggen. Je kan maar beter gewoon eerlijk zijn. Ik ben heel erg voor eerlijkheid. Eerlijk gezegd erger ik me ook kapot aan dat de partner altijd mee moet of de kinderen mee moeten. Mijn beste vriendin stelt steeds double dates voor, maar mijn partner vindt haar vriend een lul. Ik ben door mijn smoesjes heen, wat nu? Ja, ook weer gewoon eerlijk zeggen. Waarom zou je smoesjes verzinnen? Ik hoor mijn buurvrouw 5 keer per week seks hebben en ik kan er niet door slapen. Wat kan ik doen? Met muziek slapen, dat doe ik ook. Ik doe dan gewoon mijn oortjes in en op een gegeven moment val je in slaap en vallen die oortjes er gewoon uit. En verder, laat je er misschien door inspireren of zo. Misschien is het goed voor je libido. Of verhuizen. Dat is misschien ook wel een goeie. Verhuizen is misschien wel een goeie. Ik kan eigenlijk heel goed coachen. Ik kan goed luisteren ook. Dus misschien is het beter dat die mensen me gewoon even bellen. Maar ja, mijn hele leven is een chaos. Dus ik denk niet dat ik... Ik kan luisteren, maar ik ben niet echt de beste in advies geven.